Ik kijk naar je als je slaapt. Dat is goed. Ja! Ja, dat is goed. Elephant. Ja! Zit ik hier aan tafel met Katje Schur. Ja, goedemiddag. Ik heb het net gezien, het programma. En wat me vooral opviel is dat jullie heel veel lol hadden. Ja. Is dat echt? Ja, dat is echt zo. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Voor mij was het echt voor het eerst dat ik in een studio stond. Echt een studioprogramma stond te presenteren. Meestal, nou ja, eigenlijk altijd, ging ik met de camera op pad. Op reis en op locatie. En dan kijken wat er gebeurt en improviseren. Dus ik had ook... Ik ben vaker gevraagd voor studioprogramma's en ik heb altijd gedacht, nou ja, weet je, dat is volgens mij niet echt iets voor mij. En ik had het idee, dan zit je heel strak in zo'n format vast en dan met voorgeproduceerde tekstjes. En dat is in dit programma echt niet aan de orde. Dus ik, je stond te dansen op tafel. Ja, onder andere. Ja, weet je, ik moet duidelijk die spellen uitleggen. Voor de rest heb ik heel veel vrijheid om te doen wat ik wil en grappen te maken. En ik voelde me heel erg op mijn plek in die rol eigenlijk. Weet je, waar was je al? Ik bedoel, je was natuurlijk Nederlands meest graag geziene dame. En in één keer was je voor ons, het publiek, je was weg en je werd gemist. Is dat zo? Nou, ik vind het heel leuk om te horen dat ik gemist werd. Maar nou, in mijn beleving... Kijk, ik ben absoluut de eerste 3 kwart jaar na de geboorte van mijn dochter. Ben ik ook echt... Ik heb in mijn tuin gezeten met mijn baby op schoot. En we zijn op reis geweest met het gezin door Zuid-Amerika getrokken, bijna 2 maanden. Dus dat onder andere heb ik gedaan. Ik vroeg me af namelijk laatst... Ik zat met wat vrienden in de kroeg. Toen hadden we het over jou eigenlijk. Ja. Wat het op neerkwam is, wij hadden besloten voor onze generatie... en waarschijnlijk voor heel veel generaties eronder en erboven... ben jij gewoon het lekkerste wijf van Nederland. Punt. Ik vroeg me af in hoeverre dat je dat meedraagt. Het is natuurlijk een imago dat je hebt. Dat mee bepalend is voor de keuzes die je maakt. Nou, niet. In het begin ging ik wellicht nog voldoen aan dat wat mensen leuk van me vonden. En dat was dan meer het hele spontane springen in het veld. Wat ook een onderdeel is van wie ik ben. Maar op het moment dat daar alleen maar aanspraak op wordt gemaakt, dan vind ik het niet meer interessant. Want het is, zoals ik zei, een deel van wie ik ben. Dus ik vind het wel heel plezierig om ook dingen te doen die me op een andere manier uitdagen en inspireren. We zitten hier in een soort rare mooie spiegeltent bij de Tros, waar net de persconferentie was. En ik vroeg me af, als jij nu zo daar naartoe loopt en je kijkt in de spiegel, wat zie je dan? Oh, zo. Dit is je laatste vraag. Wat zie ik dan? Dan zie ik iemand die wel behoorlijk goed op weg is om dicht bij zichzelf te blijven. Dus ik en elke keer als ik daar weer een beetje van af lijkt te dwalen, omdat je je snel laat meevoeren door je omgeving en... En dat is nu een beetje zo. Dus nu heb ik geboekt en nu ga ik even weer ergens bovenop een berg zitten. Ik ga over 3 weken ook op vakantie. Ik ga daar ook op zoek naar. Katja, dankjewel. Oké, graag gedaan.